Wel, in alle geval bij Van Harens, bij Joost, iedereen is ervan op de hoogte. Ondertussen dat dus, er is een nieuwbouw geplaatst geweest op het bestaande volume van de jaren 70. En het was inderdaad voor ons eigenlijk een grote uitdaging, maar ook een grote eer om in de nieuwbouw aan het werk te kunnen gaan en eigenlijk een relatie te maken tussen de bestaande architectuur op het eerste verdiep en tegelijkertijd ook werk te integreren die vanuit het MoMA komt. En tussen de, laat ons zeggen, de witte ruimte zoals we ze allemaal kennen in het museum, was dit de uitdaging om juist een symbiose te zoeken tussen namelijk de dagdagelijkse architectuur waar Joost en zijn collega's in werken en toch een zeer museale presentatie te maken. En ik denk dat we daar met de Denkmal 81, die uiteraard staat voor het huisnummer waar het bedrijf gelegen is, dat we er heel erg in geslaagd zijn om die twee samen te brengen. Misschien heeft iemand u dat al gevraagd, maar wat is een denkmaal? Ik weet het niet. Een denkmaal is een vorm die gecreëerd is en die alleen kan bestaan bij de gratie van de plek waar ze gecreëerd is. Dat is het. Als ik er verder op in moet gaan, dan wordt het een heel lang verhaal en dan wordt het een zeer lange documentaire. Maar aan de basis is het een vorm die afgegoten is, afgemeten is op de ruimtelijkheid van de plaats waar er gewerkt wordt. Daarom is het geen in situ kunst, want in situ zou zijn dat het allemaal ter plaatse is gemaakt, maar het zit tussen in situ en ex situ. Het is er en het is er niet. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Hoe hebben jullie zich gevonden? Ja, dat is dus geen toeval, hè? Simon. Het is al eeuwen zo dat dus mensen die in hun vak uitblinken en die heel erg goed zijn in wat ze doen, uiteraard vanzelfsprekend bijna andere mensen tegenkomen die uitblinken in hun vak. En ik heb altijd gevonden dat het bedrijfsleven, en zeker het bedrijfsleven die zeer, zeer nauw zeer nauw bij mij staat, namelijk het aannemerschap en alles wat te maken heeft van eigenlijk van een idee vormgeven tot iets monumentaals, dat hebben Joost en Walter en ik altijd gemeen gehad. Dus het is uiteraard dan plotseling een hele kleine wereld als je op zoek bent naar mensen die vakmanschap, kwaliteit en ingenuïteit samenbrengen onder één noemer. Dan sprak het eigenlijk voor zich dat wij jaren terug elkaar tegenkwamen en ook van plan waren om samen nog geschiedenis te schrijven, maar ze ook te maken. In dit geval een aannemer en een kunstenaar, een bouwerkunstenaar en een aannemer, als die twee gaan samenwerken, dan kan er echt wel gesproken worden van iets dat gerealiseerd wordt die nog nergens anders aanwezig is op deze planeet. Hetgeen dat dus normaal gezien meer wordt gehaald uit de standaard, is namelijk ook de meerwaardezoeker. En ik denk dat Van Harens met hun bedrijf altijd op zoek zijn geweest naar juist die projecten of naar die manier van bouwen die andere mensen niet realiseren. Dus daar zit een affiniteit in perfectie, een affiniteit in het aangaan van uitdagingen die we gemeen hebben. En dat ligt karakterieel. Karakterieel kan men dan ook rustig stellen dat er zijn weinig mensen die dat in zich hebben om te durven springen in iets wat ze nog niet kennen. In de eerste plaats zou ik daarop zeggen dat architectuur geen kunst is. Architectuur is een discipline op zich en architectuur is architectuur, om het eenvoudig te houden. Kunst is, zijn creaties, zijn schoonheden die geen enkele rekening houden met in de eerste plaats de mensen. Om het plat te zeggen, houdt niet rekening met de mensen. Dus dat is een heel groot wezenlijk onderdeel van het verschil tussen kunst en architectuur. En is een architect een kunstenaar? Als hij niet bouwt, ja, dan kan hij kunstenaar zijn. En ik bedoel, als hij de ambitie heeft om kunstenaar te zijn, kan iedereen een kunstenaar zijn. Zowel een architect als een loodgieter, bij wijze van spreken. Plat gezegd. Iedereen kan een kunstenaar zijn. Maar van zodra dat eigenlijk een architect met de verantwoordelijkheden die hij heeft gaat bouwen
om mensen een onderdak te geven of om een maatschappij in een bepaalde richting te duwen of een bepaalde sturing te geven aan ons dagelijks leven, dan is het geen kunstenaar meer.